Dit is het laatste filmpje wat jullie van mij te zien krijgen tegen deze schitterende achtergrond. Ik zal het missen. Ik zal dit hele huis missen, want morgen verhuis ik. Dit is mijn laatste nacht in dit huis en ik heb het hier geweldig gehad, maar ik ben blij dat het erop zit. En daar bedoel ik het hele verhuistraject mee natuurlijk. Nou, de verhuizing zelf moet nog komen, maar al het zware voorwerk is allemaal al gedaan. En alle dingen die volstrekt oninpakbaar waren, die had ik voor tot vanavond laten liggen. Dus dat heb ik vanavond gedaan. Dus ik ben nu ineens 3 jaar ouder geworden en ik stink als een bronstige neushoorn. Ik vermoed dat je dat door de camera heen kan ruiken. Maar ik ga nu slapen en het is klaar en morgen ronden we het af. En natuurlijk is er dan nog een hoop gedoe in het nieuwe huis. Wennen, uitpakken, plaatjes vinden enzovoorts. Maar het eind van de tunnel is op zijn zachtst gezegd wel in zicht. En daar ben ik blij om, want ik wil weer creatief zijn. Dat heb ik gemist. Als je een verhuizing moet voorbereiden, moet plannen, moet organiseren en opslag moet regelen. En dat is allemaal organisatorisch gedoe. En dan kan je niet creatief zijn, want dat hoofd moet vrij zijn. En al dat georganiseren is toch al niks voor mij. En de 2 maanden daarvoor waren zelfs nog veel en veel erger. Want toen dacht ik echt serieus, ik krijg geen huis. Ik sta op de keien, dat wordt leger des heilswerk. Nou, dan ben je helemaal niet creatief. En dat mis ik. Dus na morgen, geef een paar dagen, ga ik weer creatief aan de slag. En dan gaan we van het concert Onweerstaanbaar, hè, dat is de titel, met Cor Bakker en Jeffrey Schenk en mijzelf. Daar gaan we dan een concert van maken. Want de liedjes zijn er, de afspraken zijn er, de plannen zijn er, maar we gaan er een echt concert van maken en dat vereist creativiteit. En dat doe ik zo graag en dat wil ik, maar er is de afgelopen maanden niks van gekomen, wegens een verstopt hoofd. En als dat concert erop zit, ik kijk er ontzettend naar uit, naar het concert, niet dat het er weer op zit, maar dat het gaat gebeuren. Maar als het concert erop zit, dan ga ik nog creatiever worden, zeg maar, want dan komt er een heel nieuw programma, een heel ander programma in het voorjaar. Eind winter, voorjaar. En dat is al, her en der wordt het al aangeboden in de verkoop. Maar daar gaan we nog echt uitgebreid nieuws over brengen. Maar dat wordt een programma met nostalgische waarde. Laat ik het zo zeggen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Jongens, ik wil weer creatief zijn. Dat gehannes, dat gekutkachel met die verhuizing. En dat je denkt dat je geen huis krijgt. Nee, bah, niks voor mij.